Het is je boy, SN. Natuurlijk moet je genieten en stunten. Maar denk goed na over je toekomst. Ga zuinig om met je munten. Let's get it. Denk aan sparen, denk aan sparen. Je moet ook denken aan later. Denk aan sparen, denk aan sparen. Geniet vandaag, maar denk ook aan later. Pin een beetje, leg een beetje opzij. Ga naar school, doe je werk, wees blij. Pin een beetje, leg een beetje opzij. Ga naar school, doe je werk, wees blij. Ja, hallo, goedemorgen allemaal. Welkom bij de start van de 10e week van het geld. En zoals jullie hebben gemerkt, is de week van het geld dit jaar helemaal online te volgen. Hier vanuit de studio Week van het Geld zenden we de hele week vanaf vandaag tot en met vrijdag verschillende programma's uit via deze livestream. En zometeen gaan we officieel en op een hele feestelijke manier de Week van het Geld openen. En daarvoor zijn hier vandaag hele bijzondere gasten bij mij in de studio aangeschoven. In de eerste plaats, Hare Majesteit Koningin Maxima. Fantastisch dat u er bent. Welkom. Dankjewel. Majesteit, we voelen ons vereerd dat u er bent. En tegelijkertijd wil ik toch even benoemen dat u al 10 jaar lang erevoorzitter bent van het platform Wijzer in Geldzaken. 10 jaar geleden zijn jullie begonnen met deze projectweek. Wat heeft u allemaal zien veranderen in die 10 jaar tijd? Nou, om te beginnen, 10 jaar geleden, die eerste week van het geld, waren een paar scholen die meededen. Inmiddels hebben de helft van de scholen in het land echt daar doen mee. 21.000 schoollessen, dus het is echt 500.000 kinderen die meedoen. Dus een enorme toename, en ook van gastdocenten en die financiële instellingen die meedoen. Dus daar ben ik heel dankbaar en echt een enorm succes. Tegelijkertijd, het was heel grappig, we praten net met kinderen, en ook een andere grote verandering is, het geld is wat digitaler geworden. Ja. Net als deze Week van het Geld. Ja. Het feit dat het digitaal is geworden, je ziet het geld minder. Hè? Dus het is, vroeger kon je wel op zee zetten, die 10 euro of in muntjes. Maar nu gebeurt het allemaal digitaal. Dus ik denk dat de noodzaak tot die vaardigheid brengen bij de kinderen nog groter is. Nog belangrijker is geworden. Wel fijn dat het zo groeit natuurlijk. Dat is hartstikke mooi. Tegenover u zit onze minister van Financiën, Wopke Hoekstra. Welkom. Allereerst bent u een beetje bijgekomen van alle hectiek. Zeker. Ja? Zeker. Oh, gelukkig. En gelijk weer doorpakken, want hier zit u weer. Ja, het is hartstikke leuk om er weer te zijn. Toch, goed zo. Als minister van Financiën gaat u eigenlijk over het geld van Nederland. Yeah. Voor al het geld. Van wie heeft u dat geleerd om daar goed mee om te gaan? Ja, dat is een goede vraag natuurlijk, van wie ik dat geleerd heb. Het is in ieder geval zo dat ik vroeger zakgeld kreeg. Ook veel dingen deed, zoals heitje voor een karweitje en baantjes had. En mijn ouders wel hebben geprobeerd aan mij te leren dat je dat geld maar 1 keer kan uitgeven. En dat als je echt graag iets wil hebben, dat je er dan ook voor moet sparen. Dus dat heb ik wel als kind ook geleerd. Maar natuurlijk wel met vallen en opstaan. Ja. Want soms geef je het uit, is het op en dan... Ja. Dat heeft u ook meegemaakt. Dat heb ik als kind ook meegemaakt. Ja. Maar vooral van huis uit, dus heeft u van uw ouders geleerd hoe daarmee om te gaan, als ik het goed begrijp. Ja. 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 Oké. Okay. Ja. Mijn derde gast is onze minister van Basis en Voortgezet Onderwijs en Media, Arie Slob. Welkom, meneer Slob. Goedemorgen. Hartstikke fijn dat u er bent. Mag ik met u even terug naar uw basisschoolperiode? Kunt u zich dat nog herinneren? Zeker, ja. Okay, hoe oud je ook wordt, ja, hou je altijd herinnering aan. Nou, zo bedoelde ik het eigenlijk niet, maar ik ben zelf over heel veel dingen vergeten uit die tijd. Kreeg u les over hoe u moest omgaan met geld? Nee, op school gebeurde dat niet. Ik heb het wel van huis uit meegekregen. Mijn vader had een bedrijf en ik weet nog dat hij op zaterdag kwam die met het geld naar huis. Dat werd dan zelfs ook thuis geteld en daarna werd het naar de bank gebracht. Oh, ja. Dus toen was het nog echt de biljetten en de cheques en dergelijke die netjes werden opgeteld en zo. Dus ik ben eigenlijk van jongs af aan wel met geld opgegroeid. En ook wel altijd met een soort credo van pas op dat je geen gat in je hand krijgt. Ja. En dat stond dan voor dat je zomaar je geld zomaar over de balk gooit. Dus een beetje zuinig zijn. Maar heeft u het gemist op school in uw basisschoolperiode? Ja, je wist dat gewoon niet. En omdat ik van huis uit natuurlijk wel wat meekreeg. Nu is het denk ik heel fijn dat kinderen op verschillende plekken ook praten over geld. Ja. En de waarde van geld en hoe je daar goed mee om moet kunnen gaan. Want dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Zeker, zeker waar. En deze week is in het leven geroepen voor alle kinderen, voor jullie. En daarom zijn er bij mij in de studio vandaag ook 5 kinderen, 5 leerlingen van basisschool Statenkwartier uit Den Haag. En dat zijn van links naar, we beginnen daar even, Feline, Abiel en Maxime. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Ja. En we hebben hier achter mij Franka
Jessica en Maxime. Wat zien jullie er mooi uit, jongens. Dank je wel. Hebben jullie je mooiste kleren aangetrokken voor vandaag? Ja. Ja. Super. Nieuwe kleren gekocht ook? Ja. Gelijk al dat spaargeld er doorheen. Ja. Gejas. Ja, kleedgeld op. Heel erg leuk dat jullie er zijn. We gaan straks van alles aan jullie vragen. Jullie mogen ook van alles aan ons vertellen. Wat vinden jullie van onze studio? Ja, heel cool. Super mooi. Ja, gelukkig. We hebben geprobeerd een talkshow-achtige setting te creëren. Corona-proof met afstand tussen iedereen. Dus voelt u zich alle vrij om te reageren op alles wat er vandaag voorbij gaat komen. Majesteit, de Week van het Geld kon dit jaar gelukkig doorgaan. Vorig jaar is het helaas geannuleerd natuurlijk vanwege de pandemie. Waarom vindt u het belangrijk dat dat deze week er is voor alle kinderen? Nou, we werd net gesproken, hè? Jong geleerd oud gedaan. We weten uit onderzoek dat als kinderen goede vaardigheden ontwikkelen, dat laat zien en de toekomst als volwassenen het echte goede, echte financiële levens kunnen, echte goede beslissingen kunnen maken. Dus ik denk dat het een zaak dat alle kinderen, heel veel van de kinderen krijgen door hun ouders, maar we weten ook uit de PISA-onderzoek dat heel veel kinderen die niet door hun ouders dit soort van informatie en vaardigheden kregen, moeten ergens dat wel krijgen. Ja. En daarom is het zo belangrijk dat wij op school dat kunnen bieden. Zodat echt iedereen echt die vaardigheid heeft voor de toekomst. Ja. En dat is goed voor het kind die volwassen wordt in de toekomst, voor de gezinnen en voor de hele maatschappij. Ja, wilt u daar iets op, wilt u daarop aansluiten? Nee, het is iets wat we denk ik allemaal zeer herkennen. En je hoopt natuurlijk dat ouders zelf de mogelijkheden hebben om er tijd aan te besteden. Ik vind dat je dat ook, eerlijk gezegd, wel een beetje van ouders mag verwachten. Maar ik ben het er zeer mee eens dat je daarnaast er in ieder geval voor zorgt dat op scholen en met initiatieven zoals dit initiatief, dat we daarmee gewoon alles op alles zetten. Omdat we weten hoe enorm belangrijk het is voor later. Ja. We kunnen misschien even, dat is wel leuk, om toen even te testen met de kinderen hoe het met hun algemene kennis over geld is gesteld. Even kijken, wie is er al dagelijks of wekelijks bezig met geld? Mag ik even wat vingers zien? Ja? Vertel eens eventjes, op welke manier ben jij met geld bezig? Ik praat ook veel met mijn ouders over geld. En als ik bijvoorbeeld iets wil kopen, dan praat ik ook wel met mijn ouders over of het wel handig is. En ja, of ik niet beter kan sparen om voor als ik later iets anders zie wat ik heel graag wil, dat ik dan al genoeg geld heb. Oh, dat is wel heel goed. En wat zeggen je ouders over het algemeen daarover? Tegen jou? Mijn ouders die zeggen meestal wel gewoon, ik zou het niet doen. Ik zou eerder wat geld bewaren om voor later. Juist. Ik heb daar nog een Maxime zitten met zijn vinger omhoog. Maxime, vertel eens. Ik praat altijd met mijn moeder en mijn vader over dan wil ik zeg maar iets kopen. Alleen dan zegt mijn moeder van, je moet het zelf bepalen, want het is jouw geld. Maar dan zegt ze wel, je moet wel over nadenken voordat al je geld weer op is. Ja. En luister je dan naar je moeder of denk je nou, ik ga het toch uitgeven? Nou, dan geef ik het meestal wel uit, maar dan denk ik er wel goed over na. Je denkt er wel eventjes over na. Het klinkt heel herkenbaar, dit. Uitgeven met een schuldgevoel. Ja, zeker. Ja, maar ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je moet echt zelf leren. Ja. En de mogelijkheid, dit is ook, die zakgeld is ook leergeld. Hè? Ja. Dus als je een fout maakt, dat betekent dat je hebt geen ander geld voor andere dingen. Nou, volgende keer ga je 2 keer over nadenken. En dat is ook de bedoeling. Ja. En zo'n week laat ook de mogelijkheid dat de kinderen toch met hun ouders wel praten over geld. En dat is ook belangrijk, zodat deze discussies wel echt gebeuren. Ja. Ik vind dat een mooie wat u zegt. Zakgeld is ook leergeld. Die ga ik even opslaan. Heel fijn. Vanaf deze week in de hele klas, in alle klassen in Nederland, althans heel veel, worden er speciale lessen gegeven over het leren omgaan met geld. En vanuit deze studio zenden we iedere ochtend live om 9:00 het Week van het Geld journaal uit. En er zijn natuurlijk verdere speciale programma's voor jongeren en volwassenen. Maar ik vroeg me eigenlijk af of jullie weten waar het Nederlandse geld vandaan komt, waar dat gemaakt wordt. Weten jullie dat? Ik wist het wel, maar ik ben het vergeten. Wist het wel? Nou, ik ga het jullie uitleggen. En u mag me verbeteren als ik het fout zeg. Al het echte geld in Nederland wordt namelijk gemaakt door de Koninklijke Nederlandse Munt.
En ter ere van het 10-jarig jubileum van de Week van het Geld heeft de Koninklijke Nederlandse Munt een bijzondere penning ontworpen. En een penning is een unieke munt om, ja, om een bijzonder moment mee te vieren. Je kunt er niet mee betalen, maar je kunt hem bijvoorbeeld wel op je nachtkastje naast je bed zetten of bovenop de schouw. En deze speciale Week van het Geld penning werd in houten geslagen en onze reporter Timo was erbij. Hallo allemaal, ik ben Timo Kassies. Vandaag staan we naast de Koninklijke Nederlandse Munt in Houten, waar alle muntgeld voor heel Nederland en voor andere landen wordt geproduceerd. Vandaag staan ze speciale munt ter ere van het 10-jarig jubileum van de Week van het Geld. Je kan hier niet mee betalen, maar het is wel heel bijzonder. Kom, we gaan binnen even een kijkje nemen. We staan hier bij een bak met rondellen. We gaan hier zometeen munten van maken. Om mooie munten te maken, worden de rondellen eerst gewassen op een speciale manier. Zo, de rondellen zijn nu gedroogd. Klaar om de munt te slaan. Dit is Rudy. Rudy slaat iedere dag munten met deze machine. En hij gaat vandaag de eerste Week van het Geldmunt slaan. In deze muntpers zitten twee stempels die aan beide kanten van de rondel een afbeelding maakt. Dit is de eerste Week van het Geldmunt. Nu hoeven we hem alleen nog maar in te pakken en dan is hij klaar. Dank je wel, Timo. Dit is hem dus, de speciale penning. Onze minister van Financiën, ik zou graag van u willen weten wat u ervan vindt. Of u hem mooi vindt geworden en of uw hart sneller is gaan kloppen naar deze reportage. Want het gaat over geld en muntjes. Ik vind hem schitterend. Hij is hartstikke mooi. En misschien dat ik wel mag verklappen, Arie Slob zal het herkennen. Als er zo'n nieuwe munt wordt geslagen, dan delen wij die ook altijd uit in de ministerraad op vrijdag. Ja. En van alle cadeautjes die we krijgen, is er geen die zo snel in de zak of in de tas gaat bij al die andere ministers als een nieuwe munt. Hoppakee, binnen. Ja, we hebben er al heel wat gehad in de afgelopen jaren. Ja. Want er zijn altijd hele mooie gelegenheden om zo'n munt te maken. En ze zijn iedere keer echt weer kunstwerkjes. Ja. En stopt u ze dan in een mapje of zet u het ergens neer? Ik heb één van de kinderen die ontfutselt mij altijd meteen die munt als ik thuis kom. Okay, dus, maar het is natuurlijk niet dat we het elke week krijgen. Ik heb ze aan mijn kleinkinderen gegeven. Oh, wat leuk. Oh, ze hebben er allemaal eentje gehad. Ik zou het graag even met u willen hebben over zakgeld. Meneer Hoekstra, gaat uw voorkeur uit naar contant geld of digitaal geld? Nou, ik geef de kinderen contant geld, maar de oudste twee hebben inmiddels wel een bankrekening. Okay. Vanaf welke leeftijd hebben zij die bankrekening gekregen? Wat is een beetje een goede leeftijd om? Ja, zij hebben die bankrekening volgens mij vanaf een jaar of 9 à 10. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ze er relatief weinig mee doen zelf. Dus ze hebben zelf een spaarpot. En verder laat ik ze wel pinnen, maar dan met mijn pasje. Of laat ik ze gewoon dingen doen waarbij zij kunnen helpen. Maar eigenlijk precies wat wij net bespraken, daar is het leven natuurlijk helemaal in veranderd. Ja. Want toen wij jong waren, had je gewoon een spaarvarken. En het enige geld wat je kende, waren briefjes en muntjes. En nu leggen de kinderen een pasje op een apparaatje waarvan niemand weet wat erin zit. En vervolgens wandel je de supermarkt weer uit. En toch heb je betaald. Dus misschien is het niet zo raar om juist te beginnen met contant zakgeld. Misschien is dat heel handig juist om kinderen meer feeling te geven met geld. Nou, in ieder geval, ik weet niet of het beste recept is, maar in ieder geval zijn wij daar wel mee begonnen. Ja. We zijn begonnen met gewoon echt geld. Oké, wij hebben ook wat zakgeldtips op een rijtje gezet. Dat kunnen jullie bekijken op weekvanhetgeld.nl. Meneer Slob, tijdens de Week van het Geld zijn natuurlijk 100.000 kinderen in de klasse bezig met het aanleren van financiële vaardigheden. Welke tips heeft u uw eigen kinderen gegeven? Of misschien geeft u dat nog steeds wel? Mijn kinderen zijn al wat ouder, maar die hebben dus destijds alleen maar muntgeld gehad. Dus, en altijd tegen ze gezegd van je kan het maar één keer uitgeven. Ja. Dus soms lijkt het als je dan kleine bedragen uitgeeft van nou dat valt allemaal wel mee. Maar als je het allemaal gaat optellen, dan kunnen het vaak nog hele grote bedragen worden. Dus denk altijd even na waar wil ik het aan besteden. En dan is het soms handiger om even te sparen voor iets moois waar je echt wat aan hebt. Dan dat je allemaal kleine dingetjes uitgeeft en ja, dan is het geld opeens weg. Juist. En nemen ze dat ook van harte van u aan? Het is redelijk goed gegaan, voor zover ik dat heb kunnen overzien. Wel een beetje verschillend per kind. Ja. Kinderen zijn echt heel verschillend. En daarom vind ik dat ook wel met dat digitale best wel lastig in deze tijd. Je ontkomt er niet meer aan, het hoort helemaal bij deze tijd. Maar je ziet het geld niet. Dus inderdaad, je legt het pasje op zo'n apparaatje en het geld is weg. Maar ja, waar is het geld? Waar is het gaan? Ja. En als je dan niet zo goed nadenkt, dan kun je wel een keer in de problemen komen. Dus daar moeten we kinderen echt bij helpen om dat verstandig te doen. Juist.
We gaan even iets heel anders doen. We gaan even bellen met... Het is heel belangrijk dat je goed leert omgaan met je geld. En omdat we het zo geweldig vinden dat de juffen en meesters hier tijd voor maken, bellen we deze week iedere ochtend met een klas om ze te verrassen met deze hele leuke Dagobert Duck zitzak. Hij staat hier bij ons in de studio. En vandaag bellen we met groep 7-8 van de Emmaus School uit Rotterdam. Dus laten we even gaan schakelen met ze. Goedemorgen, hebben we verbinding? Ja, daar zitten ze allemaal. Hallo! Kun je even zwaaien? Yes, we zijn live. Leuk. Juf Evelien. Ja, dat ben ik. Daar is juf Evelien. Goedemorgen. Wat leuk dat jullie mee wilden doen aan de Week van het Geld en even live bij ons in de uitzending komen. Juf Evelien, de eerste vraag is voor u. Waarom vindt u het belangrijk dat uw klas meedoet aan de Week van het Geld? Als juf vind ik het heel belangrijk dat er aandacht is om te leren om te gaan met geld. Het plannen van je geldzaken, wat zijn je inkomsten, wat zijn je uitgaven? Wil je sparen, hoeveel heb je dan nodig? Hoeveel heb je dan nog nodig om verder te komen tot je spaardoel? Het draagt ook bij aan het betekenisvol maken van ons rekenonderwijs. Dus dat is ook mooi meegenomen. En tot slot toe te werken naar financieel zelfstandige jongeren. Dat vind ik heel belangrijk. Wauw, mooi. Dat zegt u fantastisch, juf Evelien. En hoe reageren de leerlingen erop? Vinden jullie het leuk? Ja. Gelukkig, goed zo. Ik heb ook begrepen dat jullie een eigen gouden geldtip hebben bedacht. Nou, deel die met ons, alstublieft. Nou, Joesra gaat de gouden geldtip met jullie delen. Nou, onze gouden geldtip is, maak verschillende potjes met doelen waarvoor je wil sparen. Bijvoorbeeld een computerspel of een telefoon. En wees van wat je uitgeeft. Juist, verschillende potjes met doelen. Is dat een goede tip? Heel slim. Ja, ja. Toch? Ja. Doe nou, het kabinet ook. Ja, ja, precies. En jij bent degene die potje, bewaakt. Potje voor het onderwijs, voor defensie. Doet één potjes maken. Ja. 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 Nou, het wordt hier goed ontvangen, deze gouden geldtip van jullie. Oh ja, majesteit, sorry, ik was even de vraag kwijt. Ik wilde aan u vragen wat u tegen leraren, zoals juf Evelien, zou willen zeggen, die de tijd maken om hier aandacht aan te geven in de klas. Nou, om te beginnen, juf Evelien, aan de hele klas, fantastisch dat jullie hier meedoen. Want dit is ook zo belangrijk. We proberen het allemaal in één week te doen, om echt één keertje echt wel aandacht te geven. En daar ben ik heel, heel dankbaar voor alle gastdocenten die dit jaar natuurlijk niet kunnen komen, maar echt al de laatste jaren wel hebben meegedaan. Want dit is wat juf Evelien nog net zei. Hè? Je kan in wiskunde, bij rekenen, met maatschappijleer. Je kan het in zoveel onderwerpen en vakken gewoon daarin brengen. Ja. Maar het is een heel belangrijk onderdeel van de toekomst van de kinderen. Dus dat de juffen ook heel creatief hiermee omgaan. En toch wel de kinderen met een hele goede gouden tip echt ermee komen. Dat toont dat die les echt fantastisch is. Dus dank aan alle juffen en meesters die dit zo goed aangepakt hebben. Wauw. Nou, juf Evelien, die kunt u in uw zak steken. Geweldig. Nou, hartstikke bedankt en heel veel plezier nog deze hele week met de Week van het Geld. Dag. Doeg. Morgen bezoeken we weer een andere school. En misschien is dat wel die van jullie. Yay. Maar dat zien we morgen. Blijf kijken, want zometeen wordt de Week van het Geld officieel geopend. Meneer Hoekstra, aankomende donderdag 25 maart is hier in de studio om 10:00 de kinderpersconferentie. Heel spannend. Ja, dat is een hoogtepuntje lijkt me. Wat kunnen we verwachten? Nou ja, dan gaan kinderen weer heel veel verschillende vragen stellen. En wij hebben natuurlijk als ministers hebben we wel eens persconferenties met, laat ik zeggen, de gewone journalisten. Maar eigenlijk zijn die persconferenties met de kinderen veel leuker, want ze vragen alles. En ze vragen ook alles over alle onderwerpen. Maar vindt u dat ook een beetje spannend dan? Het is spannend, maar het is ook ontwapenend. Het is gewoon hartstikke leuk om te doen. Ja, zullen we even oefenen? Ja, laten we oefenen. We hebben hier 5 kinderen. Heel goed. Mogen ze alles aan u vragen? Ze mogen alles vragen. Ik durf niet te beloven dat ik overal antwoord op ga geven. Nee, Maxime. Ja, ik heb een vraag. Een vraag, mijn vraag is, heeft u vroeger wel eens een heitje voor een karweitje gedaan? En weet u wat een heitje is?
Ja, dat heb ik heel vaak gedaan. Want ik wilde zelf ook altijd net zorgen dat ik net een beetje meer geld kreeg. Dus dan ging ik de auto van de buren wassen. Of dan ging ik dingen bij iemand in huis doen. En ik heb ook wel eens geprobeerd een tuin, het gras te maaien in de tuin van de buurvrouw, wat veel te hoog was. Totaal mislukt. Kreeg ik er geen geld voor. Dus heb ik vaak gedaan. Oh, ja. Wat een teleurstelling. Ja. Toevallig ook een heitje bij me. Ja, wat goed. Wat goed. Want ik denk dat jij zelf wel kan vertellen. Heitje voor een karweitje. Ja. Karweitje weten de mensen wel, maar een heitje, ja. Wat is dat? Een heitje, dat is geld van vroeger, daar kan je nu niet meer mee betalen, maar dat is eigenlijk gewoon 25 cent. Ja, 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 ja. Dus het is een klein beetje geld voor een klusje doen eigenlijk. Ja. Ja, heel en dan zou ik overigens alle kinderen aanraden om meer te vragen dan een heitje. Ja. In deze tijd, heel goed. Franka, mag ik nog even snel zeker, een vraag? Ja? Absoluut, absoluut. Heeft u vroeger of nu ooit eens een keer iets gekocht waar... wat u nooit gebruikt heeft of wat u nooit, waar u nooit bezig mee heeft, nooit bezig mee bent geweest? Ja, ja, ik heb een beetje een gek verhaal misschien, maar ik heb best eens een trui of zo gekocht waarvan ik achteraf dacht, hij kriebelt heel erg. Ik kan eigenlijk helemaal niet goed tegen wol. Maar dan vond ik hem heel mooi, dan kocht ik hem. En dan deed ik hem vervolgens niet aan. Dat is natuurlijk niet zo slim. Een trui. Nou, zo gaat het dan ongeveer donderdag. Zo gaat, en zo gaat het veel... een uur lang, spervuur, allemaal vragen, hele goede vragen. En misschien is het goed om even te melden dat als jij nu een geldvraag hebt voor de minister of voor Dylan Hagens, want die is er ook bij, die kent u vast wel, de bekende YouTuber Dylan Hagens. Ga dan alsjeblieft naar onze website weekvanhetgeld.nl en dan kun je daar je vraag insturen of gebruik de hashtag geldvragen. Tot slot, goed omgaan met geld is goud waard. Dat is het thema van deze tiende week van het geld. Mag ik u allen vragen om nog één gouden geldtip te geven aan de kinderen in Nederland, majesteit? Mm. Nou, volgens mij kwamen echt hele goede gouden tips van de klas. Maar toch zou ik echt wel zeggen, ja, plannen. Als je echt iets heel graag wilt, echt plannen, budgetteren, want een beetje... Het is heel makkelijk om met heel kleine dingetjes te kopen, constant. Maar dan heb je niet voor de hele grote mooie dingen dat je echt wilt. Dus dat zou ik zeggen. Ja, plannen. Plannen voor het grote mooie ding wat je wil hebben. Meneer Hoekstra, heeft u nog een gouden tip? Nou, ik vond de tip van Maxime net een hele goeie. Namelijk overleg ook met je ouders en vraag gewoon hoe dingen werken. Want de grote mensen doen echt, volwassenen doen echt niet alles goed. Maar ze weten wel meestal... ook een beetje meer over geld dan juist kinderen. Dus ik vond het heel verstandig. Gewoon vragen. Ja. Meneer Slob? Nou, misschien ook niet alles gelijk uitgeven. Dus altijd nog iets bewaren, ook al heb je misschien niet gelijk een doel voor. Misschien iets onverwachts wat er kan gaan komen. Ja. En misschien krijg je opeens een nieuw vriendje of vriendinnetje die jarig is, wil je een cadeautje verkopen en dan zou je geld net op zijn. Dat is natuurlijk ook erg slordig. Dus altijd even nog ietsje reserve houden, zoals wij dat dan zeggen, voor onverwachte dingen. Ja, is heel een belangrijk. Buffertje. Een buffertje. Ja. Kijk, als je bijvoorbeeld later een eigen huishouden hebt en moet je dat ook doen. Want de wasmachine kan bijvoorbeeld kapot gaan of iets anders. En dan heb je toch even geld nodig. Dus ietsje reserve houden, een buffertje. Heel verstandig. Hele verstandige tips. Doe er iets mee. Slaat op. Wij zijn bijna aangekomen bij de officiële opening van de Week van het Geld 2021. Maar voor het zover is, gaan we naar onze miniserie. Jullie kennen vast allemaal wel spannende verhalen uit boeken of films over schatten die kwijt zijn geraakt. Nou, soms is het goud dat gestolen is door woeste piraten op zee of door een bende rovers in het Wilde Westen. Maar in ons verhaal is de schat jaren geleden kwijtgeraakt en vergeten. En deze week volgen we Eva, Joep, Fuad, Mike en Jasmijn bij hun zoektocht naar de verborgen schat. En dit avontuur begint bij hen op school. Net als bij jullie is ook de Week van het Geld daar gestart. En vandaag heeft meester Pim een bijzondere gast uitgenodigd. Kijk maar mee. Oké, jongens en meisjes, het is de Week van het Geld. En daarom hebben wij vandaag iemand op bezoek die jullie alles kan vertellen over hoe je goed om kan gaan met geld. Welkom, Victor. Dankjewel, Pim. Ontzettend leuk om hier vandaag te zijn. En laat ik gelijk beginnen met een vraag aan jullie. Wanneer ga je nou goed om met geld? Geld moet rollen, zegt mijn vader altijd. Anders waren munten toch niet rond? Nou, je vader heeft in ieder geval heel veel gevoel voor humor. Wie heeft er nog meer een idee? Ik geef mijn geld niet zomaar uit. Ik spaar liever eerst.
Heel goed. Ik zeg de bank overvallen, lekker snel geld verdienen. Ja, je kunt je geld nu inderdaad veilig op de bank zetten. Maar vroeger was dat niet zo. Dan was het veel moeilijker om je geld ergens goed te bewaren. En niet iedereen kwam eerlijk aan zijn geld. En in de tijd van de zeerovers moest het geld worden bewaard op plekken waar nooit iemand kwam. En zo werden er schatten begraven op onbewoonde eilanden. En heel veel van die schatten zijn nog steeds niet gevonden. Ik zou het wel weten als ik een schat zou vinden. Mooie kleren, schoenen, sieraden. Ik koop meteen alles wat ik wil hebben. En jij? Ik zou het in de kluis bewaren. Er is ook nog een verhaal over een verborgen schat in onze tijd. Van de minister van Financiën. Een schat met een belangrijke boodschap voor iedereen in Nederland. Op een dag wilden ze de schat naar de bank brengen. Maar het verhaal gaat rond dat de schat is gevallen en de stukken vlogen in het rond. De minister heeft nog één stuk kunnen redden, maar die drie andere stukken, die hebben ze nooit meer gevonden. Zijn ze nog wel aan het zoeken? Geen idee. Ik denk dat ze daarmee zijn opgehouden. Zijn er nog aanwijzingen naar waar de schat kon zijn? Het schijnt dat er één aanwijzing is in het Belasting- en Douanemuseum hier vlakbij. Maar ja, dat is ook maar een verhaal. Die aanwijzing, die hebben ze nooit gevonden. Oh my god, er is gewoon een schat. En misschien wel hier in de buurt. Er is maar één manier om erachter te komen. Serious? Cool, ik ga mee. Ik zou wel willen, maar ik moet oppassen. Dan nemen we mee. We gaan die schat vinden, met z'n vijven. Een schat? We beginnen in het Belasting- en Douanemuseum. We zien elkaar daar morgen om 9:00. En school dan? Daar bedenk ik wel iets op. Nee, morgen het Belasting- en Douanemuseum. Om 9:00. Om 9:00? Ja, om 9:00. Is het wel de moeite waard? Geloof me, het is de moeite waard. Morgen in aflevering 2 van De Verborgen Schat. Ik heb de directeur gesproken en hij zegt dat hij niets weet van de schat. Maar ik twijfel of hij de waarheid spreekt. Nou, let's go. Van harte welkom in het Belasting- en Douanemuseum. Wow. Een museum wat veel interessanter is dan jullie zouden denken. Hallo? Hoe gaat dat aflopen? Spannend hoor. Nou ja, morgen zien we hier in het journaal natuurlijk hoe dat verder gaat. Want dan kijken we naar aflevering 2 van onze eigen miniserie. Nou, dan is dit het moment. We zijn echt aangekomen bij de officiële openingshandeling van de Week van het Geld 2021. Samen met jullie, met alle scholen in Nederland, gaan we nu aftellen van 5 naar 1. En op 1 mag het muntje in het gouden spaarvarken vallen. En dan is de Week van het Geld officieel geopend. Voor zo'n moment vind ik wel dat we dan spannende muziek nodig hebben, absoluut. Toch? Ja, dus start spannende muziek. Majesteit, bent u er klaar voor? Absoluut. Franca, ben jij er klaar voor? Ja. Ministers, zijn jullie er klaar voor? Heel fijn. En dan hebben we ook een school, Emmaus School, die telt mee. Zijn jullie er klaar voor? Helemaal goed. Dan vraag ik jullie allemaal hardop mee te tellen. Van 5, 4, 3, 2, 1 en lach maar van ons! Ja! Hiermee is dan de Week van het Geld officieel geopend. Gouden confetti komt uit de lucht, muziek gaat aan en we zijn allemaal super blij dat het goed gelukt is. Tenminste, daar ga ik vanuit, toch? Iedereen staat hier stralend erbij. Ik wil Hare Majesteit de Koningin vriendelijk bedanken. Ontzettend leuk dat u hierbij was. En onze ministers natuurlijk, meneer Hoekstra, meneer Bob, Slop was het. Ja, zoveel namen. De Emmausschool, onze kinderen hier in de studio. Superleuk dat jullie er allemaal bij waren bij deze feestelijke opening. De 10e Week van het Geld is officieel geopend. En ik vond het een feest om er hierbij te zijn. Morgen zijn we er weer met een nieuw Week van het Geld journaal. Dit keer om 9:00, dus een uurtje eerder. En dan zijn we er met rapper Jesser. Die is er helemaal live bij. Wil jij deze uitzending nog eens terugkijken? Ga dan naar weekvanhetgeld.nl/studio. Je kan ons volgen op Facebook of Instagram. En wij gaan hier nog even verder praten met onze bijzondere gasten. Maar voor alle leerlingen op de school is deze uitzending voor jullie nu afgelopen. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Fijne middag en veel succes nog op school met de Week van het Geld. Dag! Leg een beetje opzij. Ga naar school, doe je werk, wees blij. Bin een beetje, leg een beetje opzij. Ga naar school, doe je werk, wees blij.